Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik in 10 minuten uncut mijn nagels doe, een manicure dus. Dit is wat je allemaal nodig hebt en dan gaan nu de 10 minuten in. Zonder te knippen of plakken, whatsoever, ga ik mijn nagels doen. Ik begin met handcreme. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb mijn nagels en ja, eigenlijk mijn handen een beetje verwaarloosd de laatste tijd. Sinds ik een beugel heb, is het een beetje lastig, want mijn nagels die splijten heel erg, omdat ik die beugel er steeds uit moet halen met mijn nagels. Dus ik heb er weinig mee gedaan en daardoor zijn ze heel erg droog. Mijn nagels die zijn heel erg afgebroken en ja, er zit geen nagellak meer op. Mijn nagels heb ik kort geknipt, maar verder heb ik er weinig mee gedaan de laatste tijd, want ze breken toch de hele tijd af. Dus tijd om ze goed onder handen te nemen. En dit kan in slechts 10 minuutjes. Ik gebruik nu handcreme en ik smeer mijn handen goed in, maar ook mijn nagelriemen. En vervolgens neem ik een bokkenpootje en daarmee druk ik mijn nagelriemen terug. En dit zorgt ervoor dat je nagelbed groter lijkt en dat je eigenlijk een soort van een gladde basis hebt waar je nagel ook op kan aanbrengen. En je nagels zien er gewoon gezonder uit op die manier. Soms gaat dit wat sneller, soms wat langzamer. Als je dit echt goed bijhoudt, dan ben je zo klaar. Ik heb het natuurlijk al een tijdje niet meer gedaan. Ik bijt normaal ook mijn nagelriemen, maar dat kan niet meer door die beugel. Dus dat is een voordeel. Wat ik wel doe, is ik trek nog een klein beetje aan die nagelriempjes als ik stress heb. Dus ja, het is belangrijk om ze gewoon goed terug te duwen. En de stukjes die uitsteken, die ga ik zo meteen ook een beetje wegknippen, waardoor ik er niet aan kan gaan trekken. Je kan trouwens ook een cuticle oil gebruiken om je nagelriemen zacht te maken. Die had ik er ook bij gelegd, maar handcreme werkt in principe ook goed. Cuticle oil is ook wel fijn om tussendoor, als je al nagellak op hebt, om dan daarmee je nagelriemen in te smeren. En dan worden ze weer een beetje soepel en zien ze er beter uit. Maar goed, ik gebruik trouwens een houten bokkenpootje. Dat vind ik zelf het allerfijnst. Je hebt ook van die rubberen bokkenpootjes of je kan ook de achterkant van sommige nagellakflesjes gebruiken. Sommigen gebruiken een wattenstaafje. Nou, dat werkt bij mij dan weer niet. Dat is dan net iets te zacht. Maar ik vind hout zelf het allerfijnst. Nou, ik ben bijna klaar. Dit heb ik dan weer niet echt per stuk zitten timen. Maar ik denk dat dit ongeveer een minuutje kost of zo. Of anderhalf, zoiets. Goed. Klaar met de nagelriemen. Tijd om wat velletjes weg te knippen. Ik gebruik gewoon een nagelknippertje. Maar je hebt ook speciale tangetjes die velletjes weg kunnen snijden. Nou, snijden, knippen. Snijden doe ik niet meer. Deed ik vroeger wel, maar dat is niet zo heel erg goed. Maar je kan zeg maar voorzichtig dingetjes die uitsteken wegknippen. En zo voorkom je dat je er toch stiekem aan gaat zitten. En dat doe ik dus heel vaak. Hier ziet het heel goed hoe dat dan gaat. Zo, klaar. Hop, schoon. Top. En we gaan weer verder. Het volgende wat ik ga doen is vijlen. En dit is gewoon om een wat mooiere vorm erin te krijgen. Meestal knip ik. Ik weet dat er mensen zijn die alleen maar vijlen. Dat is eigenlijk het allerbeste. Maar ja, ik vind het wel fijn als ik hele lange nagels heb. Om ze gewoon even een keer goed te knippen. En daarna netjes te vijlen. Deze vijl gebruikte ik overigens voor het eerst. En ik merkte hier dat er wat kleur vanaf kwam. Dat is gek. Gelukkig is dat makkelijk weg te halen. Maar dat is niet normaal bij een vijl, zeg maar. Goed, ik vijl het een beetje. Ik zorg ervoor dat de harde randjes wat zachter zijn. Ik heb van mezelf een beetje rond. Sommige nagels zijn rond, sommige vierkant. Meestal zijn een beetje rond. En ik doe een vorm die er een beetje tussenin zit. Qua trend zie je dat van die puntige nagels nu heel erg hip zijn. Maar dat is misschien meer iets voor als je echt acrylnagels hebt en zo. Gewoon eventjes vijlen, kort. En we kunnen weer verder. Dan is het nu tijd om alles wat op de nagels zit weg te halen. Zowel vet van de crème als het schaafsel van het vijlen. En in dit geval zelfs een beetje de kleur van de vijl. Ik neem een beetje nagellak remover. En daarmee ga ik over mijn nagelbed en een beetje eromheen. Het kan dat je nagelriem daar weer een beetje droog van wordt. In dit geval is dat eventjes niet zo erg. Want door dit te doen zorg je er ook voor dat je een goede droge basis hebt voor de lak zometeen. Als je nagellak aanbrengt over nagels waar nog iets van crème op zit, dan kan je die nagellak er zo weer aftrekken. En dat is echt heel zonde van je werk. Dus ik maak ze gewoon droog en vetvrij met nagellak remover. En als je nog nagellak erop hebt zitten, de laatste restjes haal je hiermee weg. Zo, en nu heb ik een goede basis voor mijn lak. Zo.
Dan is het nu tijd om de nagels te gaan lakken. We zitten inmiddels op ongeveer 5 minuten, geloof ik. Nee, 4 minuten, sorry. Nou, er zit een intro bij dit filmpje die iets langer duurt. Ik neem een nagellak van C&D, zo heet dat merk. Om precies te zijn, C&D Viny Luxe. En dit is de kleur Svelte Suede, nummer 124. En dit is een soort gellak waar je geen lamp voor nodig hebt. Ik ben de laatste maanden, nou eigenlijk al jaar denk ik, helemaal fan van gellak. Ik vind het super fijn, want het blijft heel lang op je nagels. En, maar je hebt wel een lamp nodig. En dit is een lakje wat dan zonder lamp gebruikt kan worden. Maar je moet er wel een speciale topcoat voor gebruiken. Maar goed, je kan natuurlijk ook gewoon een gewone nagellak gebruiken. Een kleurtje in ieder geval. Ik breng als eerste laagje nummer 1 aan. En eigenlijk is het altijd zo bij nagellak dat je twee laagjes nodig hebt. Eentje is wel mooi. Kijk, als ik het zo zie, denk ik, nou, het is op zich niet verkeerd. Maar twee is altijd mooier. De kleur is altijd, wordt egaler of zo. Of natuurlijker. Ik weet niet, ik kan het niet uitleggen. Maar ik doe altijd in ieder geval twee laagjes. Dus dit is laagje nummer 1 op mijn rechterhand. Ik ben linkshandig, dus ik doe altijd eerst mijn rechterhand. En daarna ga ik verder met mijn andere hand. Zo. Het wordt wel eens aangeraden om te beginnen met je slechte hand. Want nu moet je met je, zeg maar, moeilijke hand, die ook nog eens gelakt is, gaan lakken. Maar ja, ik ben het inmiddels gewend om het op deze manier te doen. En wat ik meestal doe, is ik breng eerst een stipje aan in het midden. En dan smeer ik het uit over de rest van mijn nagel. Zo, dus ik probeer het niet te dik te doen, want anders duurt het heel lang met drogen. Doe gewoon een beetje een dun laagje, want straks komt er toch nog een extra laagje overheen. En wat ik vaak doe is, het tweede laagje wordt bij mij altijd gewoon ietsje dikker. En de topcoat is vaak waar ik echt dik mee aanbreng. Want de topcoat zorgt ervoor dat het lekker lang op je nagels blijft zitten. En als je een gewone nagellak gebruikt, dan kan je in principe elke kleur gebruiken. En wat ik fijn vind, is een quick dry topcoat eroverheen. Dat zorgt ervoor dat alles lekker snel droogt. Zo, het eerste laagje zit erop. En dan ga ik eigenlijk gelijk weer verder met laagje nummer 2. Als het een heel dun laagje is, dan is de kans groot dat hij nu al droog is. Of nou, voor het grootste deel droog. En dan gaat nu het tweede eroverheen. En hier zit de kunst om het zo egaal mogelijk te doen. Want dit is echt ja, het laatste laagje eigenlijk. En kijk, zo zie je, de kleur wordt veel duidelijker, veel ja, mooier, egaler, niet transparant vaak. Ik hou sowieso niet echt van hele transparante lakjes. Of het moet één gewoon echt een transparante lak zijn. Dus zonder kleur. Dat vind ik wel mooi. Maar als het een kleurtje is, dan wil ik wel dat hij goed dekkend is. Ik vind het gewoon niet mooi als je dat randje er doorheen ziet en zo. Zo, zorg ervoor dat je niet met je lak tegen je nagelriem aankomt. Dat is niet zo heel mooi. Gewoon iets er vandaan. Dus in het midden aanbrengen en dan een beetje naar beneden gaan. Zo. En dit is zo'n taupekleur. Die staat in principe overal goed bij. Maar voor de zomer is het natuurlijk ook hartstikke leuk om bijvoorbeeld een neonkleurtje aan te brengen. Of ja, gewoon een gekke knalkleur. Dat past wel bij de zomer. Maar dit is, ja, dit is een hele, hele veilige kleur. Dit is echt iets voor kantoor bijvoorbeeld ook. Andere hand. Zit inmiddels op 8,5 minuut, inclusief intro. En ik dip het kwastje meestal voor elke nagel opnieuw in het potje, zodat ik genoeg lak erop heb. Ik weet dat sommige nagelstylisten met één kwastje, zeg maar, vier nagels kunnen doen of zo. Ik doe dat meestal alleen met de topcoat. Dus in dit geval smeer ik zo één nagel vol en dip ik hem weer in de kleur. De volgende. Want als ik één keer een lelijke streep maak waar ja, te weinig lak op zit, dan heb ik voor mijn gevoel de hele nagel al verpest. Ik wil het gelijk goed doen. En tenslotte de duim waar iets meer op kan. Zo. En dan gaan we eigenlijk hierna gelijk weer verder met de topcoat. Dit is de weekly topcoat, ook van C&D. Maar met gewone lak kan je dus een gewone topcoat gebruiken. Ik raad echt een quick dry aan. Want anders kan je wel 20 minuten wachten met drogen. En ik breng het altijd lekker dik aan. Kijk, hier doe ik het wel op meerdere nagels. Omdat er gewoon heel veel op het kwastje zit. En wat doet dit? Het zorgt ervoor, dit trekt zeg maar in de lak eronder. En het zorgt ervoor dat het heel lang, hard en chipvrij blijft.
Grappig, want deze topcoat van dit merk die wordt dus sterker en beter naarmate het in het zonlicht zit. Dus dat is wel cool. Maar bij een gewone quick dry is het zo dat ja, je kan hem het beste aanbrengen over de lak die nog een klein beetje plakkerig is. Dat is wat ik eigenlijk nu doe. Dus je kan gewoon gelijk doorgaan met de topcoat. En base coat ben ik zelf echt al niet, nou jaren niet echt fan meer van. Ik vind dat echt zo'n nutteloze extra stap. Bij mij zorgt het vaak alleen voor dat nagellak eerder van mijn nagels afgaat. Dus ik sla dat vaak over. Behalve als ik een donkere kleur gebruik. Of knalrood of blauw of iets. Goed. Topcoat zit erop. En wauw, de tijd is voorbij. We zijn er. Mijn nagels zijn klaar. Ik laat het alleen nog even drogen. Maar in principe is dit het. Ik heb in 10 minuten mijn nagels gedaan. Een volledige manicure. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat je er iets uit hebt gehaald. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Tot ziens. Ik heb me even opgemaakt en ik heb mijn kwasten uitgezocht. Dat was wel nodig, het is echt een zootje, ik moet echt opruimen.